De bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen is verbeterd met ongeveer 2200 verwachte spitsmeidingen per dag. Dat concludeert Slim op Weg, een samenwerking van de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Nijmegen en het bedrijfsleven. Een spitsmeiding betekent dat de forens een andere route neemt of een ander vervoermiddel of een ander moment van reizen. Het kan ook betekenen dat hij of zij helemaal niet reist en dus ook niet in de file staat. Opvallend is dat de grote onderwijsinstellingen op Heijendaal, Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen na de zomer hun roosters gaan aanpassen. Hiervan worden positieve effecten verwacht voor het fileleed, zo denkt Slim op Weg.